Dit programma wordt mogelijk gemaakt door JB Productions, de entertainment specialist. Nou, goedemiddag. Zoals jullie zien, we zijn hier vandaag bij Alcazar Events. We zijn in afwachting van Clown Jopie en Tante Angelique. Het is hartstikke spannend. Wij zijn er al vroeg en we staan hier eigenlijk te wachten op de eerste gasten. Die kaartjes al? Nee, die heb ik... Nee. Nou, Kassa Piet, super, dankjewel. Nou, we staan hier nu helemaal bij de ingang en het stroomt echt goed vol. Hier zie ik ook een mooi pitje, hier beneden, kleintje. Heb jij er zin in? Ja. Ken jij de nieuwe cd van Klein Jopie en Tante Angelique? Weet je hoe die gaat? Kan je het zingen? Yo, 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 Sinterklaas. Yo, yo, yo. Ouders met hun kinderen, opa's en oma's. Allemaal naar de show van Klein Jopie en Tante Angelique. Sinterklaas, ik zie hem als het staat. Hoepelt zijn paasje, een nek op de leer. Hoe waaien de wimpels omheen en omheen. Jongens en meisjes, welkom bij de Clown Jopie en Tante Angelique Fanclubdag. Goedemiddag, Klaas. Goedemiddag, Klaas. Gezellig, dat je. Dan zeg ik hallo, jongens. En ik zeg hallo, geitjes. Dit is mijn Sint-kit. Hier wat? Mijn Sint-kit. Dit is namelijk een koffer eerste hulp bij het organiseren van het Sinterklaasfeest. Maar dat was handig. Een echte Sinterklaasbrief. Een echte Sinterklaasbrief. Wat zou erin staan, Tante Angelique? Nou, ik ben erg benieuwd. Ja, ik moet er bijna een plas van. Zo zenuwachtig. Nee, dat hoeft helemaal niet. Oké. Nou, zoals jullie zien is achter ons het feestgedruis al helemaal begonnen. Klein Jopie en Tante Angelique zijn gearriveerd. Klein Jopie kwam met een helikopter. Die zat in Gouda. Het was heel spannend, maar hij heeft het op tijd gered. Dus nou, we gaan gauw verder kijken naar de show. En we zien jullie straks terug in de pauze. Ik zie het niet goed gedaan vandaag. Het wordt een... Hartstikke spannend. We staan nu achter de coulissen van het toneel van Klein Jopie en Tante Angelique. Ze hebben net afgesloten en als het goed is komen ze nu van het toneel af. Ja, daar zijn ze. Hoi. Hallo. Hey, wat een succes, hè? Oh, dankjewel. Dank mevrouw Mirjam, kom gezellig tussen ons in staan, vinden we gezellig. Dat kan wel zo zin. Ja, dat is tussen ons in. Oké. Hé, vertel, de kinderen zijn laaiend enthousiast. Volgens mij wel, hè. Het ging hartstikke goed. Nou, het was ook spannend. Ja. Het was heel spannend, want ja, Sinterklaas moet een stoel hebben. Maar ja, dat ging niet helemaal goed. Maar die stoel, die is toch wel hopelijk ergens dan, of? We weten het niet. We weten het echt niet. Nou ja, we gaan het maar afwachten dan. We moeten echt gaan zoeken, want hij moet hier ergens zijn, die stoel, maar ik weet niet waar die is. Gaan de kinderen mee helpen zoeken straks, of is dat niet de bedoeling? Wat gaan dan wat... Dat weet je niet, hè? Nee, dat weten jullie natuurlijk niet. We gaan gewoon verder waar we gebleven zijn en we zien het wel. Oké. En al een belletje gehad van Sinterklaas, dat hij in de buurt is? Nou, Sinterklaas heeft een klein probleem, want ik heb zijn helikopter meegenomen. Ai. Nou, weet je... nou, we zullen het straks gaan zien. Ja. Wij genieten er in ieder geval heel erg van. En de kinderen ook, volgens mij. Want die gaan helemaal uit de dak, hè? Ja, het is heel erg gezellig. Het is een... Ja, wij hebben het ook hartstikke naar ons zin. Het gaat helemaal goed. Ja. Het is eigenlijk een echt ouderwets Sinterklaasfeest. Dat is het ouderwets. Wat houden we van? Heb je de pieten gezien? Nou, helemaal goed. Ze zijn er allemaal. Ja. Hey, nou, wij wensen jullie heel veel succes straks voor het tweede deel. En wij gaan het volgen uiteraard. Oké, dankjewel, mevrouw Mirjam. Dag. Straks komt Sinterklaas natuurlijk. Zijn jullie een beetje lief geweest dit jaar? Een beetje. Nou, ik weet het niet eigenlijk. Maar hebben jullie wel al een schoen bedacht die je straks neer gaat zetten in de gang voor Sinterklaas? Ja, ik weet het. En we hebben ook een brief geschreven, want we gaan volgende week naar Duitsland. En dan waarschijnlijk mogen we onze schoen zondag zetten. Oeh, dus dat is al heel snel en heel spannend. En heb je wel een beetje geslapen gisteravond? Ja. Of heb je toen stiekem op je kamer alvast de cd van Klein Jopie gedraaid? Ik ook. Ik heb die dvd nog niet. Oh, en heb je niet op je... Oh, wel hoor ik van mama. Papa heeft hem net gekocht.
Heel goed van papa. Hey, en op YouTube, kijk je wel eens op de computer? Denk het wel. Ja. En kun je een stukje zingen? Kun je dat? Ja. Nou, laat eens horen dan. Sinterklaasje, kom maar binnen met je klaar. Gaan we zitten allemaal even. Misschien het u. Heel kort tussendoor, jongens. Sinterklaas is aangekomen, dus dat is goed gekomen. En we gaan gauw kijken wat hij allemaal te vertellen heeft. Sinterklaas, ik heb een busje zout meegenomen. Nou, probleem opgelost. Wat weet u, Sinterklaas? Dat is reuze goed. Als het nu glad is op het dak en de paniek... Paniek, paniek. Nou, paniek. Sinterklaas, hoe is hij? Vorig jaar hadden we een speciaal liedje voor u. Als we op het dak stonden, het was een beetje glad. Ja. Daar riepen we met alle jongens en meisjes, alle pieten, kom van het dak. Kom van het dak. Dit is voor de weer. Nee, van het dak. Waar zult u weer? Wat voor je werken leven? Dat doet zo zeer. Kom maar eens kijken. Schoentje ving, alles gekregen, van die beste schil. Allemaal tot de volgende keer, de dag allemaal tot de volgende keer, de dag allemaal tot de volgende keer, dan gaan we het is hier echt een gekkenhuis. Kijk, hier komen Klein Joop en Tante Angelique voorbij. Hi! Ze gaan foto's maken en nou, jullie zien hoeveel fantastisch succes het is geweest. We gaan even kijken bij die foto's. Kom eens kijken. Bij Klein Joop en Tante Angelique, de fotoshoot. Er staat een ontzettend lange rij om foto's gemaakt te hebben met Klein Joop en Tante Angelique. Het lijkt er wel op of dat Klein Joopie elk jaar en tante Angelique natuurlijk ook steeds meer fans krijgen. Het is hier vandaag echt een gek huis geweest. Alle kinderen waren helemaal los. Maar volgens mij kunnen we spreken van een groot, groot succes. De eerste kennismaking met Klein Joopie en tante Angelique. Tante Angelique en het is een fantastische middag. Ik heb heerlijk op een stoel gezeten aan de kant en mijn kleindochter heb van voren op de bank gezeten. Ze heeft van het begin tot het einde zitten genieten. Okay, wat leuk. Waar komt u vandaan als ik vraag mag? Mijn kleindochter komt uit Capelle aan de IJssel. Okay. Zelf woon ik in Pierce Hill. Jeetje, nou, dus echt kinderen die uit het hele land naar Klein Joopie toe willen. Hè? Ja. En lachen met z'n drie en lachen! Maar Bianca en Mirjam, als jullie nu toch zo lekker met die tips bezig zijn voor de kijkers, dan heb ik er ook nog wel eentje. Ik heb namelijk meegenomen het nieuwe cd-album van Klein Joopie en Tante Angelique, Sinterklaas komt van het dak af, met 15 nieuwe Sinterklaasliedjes en ook 2 medleys met de traditionele liedjes erop. En weet je wat het leuke is? Er is ook een hele leuke videoclip van de nieuwste single, Sinterklaas, yo, yo, yo. En dan gaan we... Sinterklaas, goed heilig man, wat ben jij nu weer van plan? Dat jij vrolijk 's avonds laat overal het dak op gaat. Met je paard Americo, speel jij helemaal de show. Ja. En je knecht je Zwarte Piet, die door elke schoorsteen spiet. Sinterklaas, yo yo yo, Sinterklaas. Yo, yo, yo,
slaat, ondanks al mijn kattenkwaad. Want je weet, ik meen het goed, ook bij voor- en tegenspoed. Ik ben altijd braaf geweest, breng mij snel een suikerbeest. Sinterklaas, yo, 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 Sinterklaas, yo, 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 Sinterklaas. Sinterklaas, jij superheld, wij zijn zo op jou gesteld. Want jij houdt van ieder kind, nee, geen kind blijft onbemind. Hier een pop van Peperkoek, daar een spannend prentenboek. Kijk de nieuwste DVD, iedereen die is tevreden. Sinterklaas, yo, 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 Sinterklaas. Cadeautjes ieder jaar weer. Door storm en mist, regen en kou.